Finn, wat doe jij nou? Wat ben je nou weer aan het doen, jongen? Jongens, daar sta ik dan. Op mijn oude kamer. Jongens, ik wil je toch even wat zeggen, want... Tandvlees. Tandvlees. The Batman. Wow. Heb je een beetje zin in, jongen? Dames en heren, jongens, meisjes, een hele goede morgen. En leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is vandaag een topdag. En wij zijn gisteren uit geweest, zoals jullie zagen in de vlog van vrijdag. Het was gezellig, het was leuk, we hebben genoten. Ik ben een klein beetje brak. Maar dit weertje maakt alles weer goed. Goedemorgen, Dan. Heb jij een leuke avond gehad, Dan, ook weer? Ja, ik heb een hele leuke avond gehad. Maar Dan, je bedje ligt er weer helemaal lekker bij. Het begint gewoon een hotel te worden, gewoon. Niet normaal, Dan. Finn, wat doe jij nou? Wat ben je nou weer aan het doen, jongen? Finn. Dat kan je niet maken, maat. Maat. In huis, maak zo'n teringbende. Wees blij dat je steeds mag slapen en dan gooi je ook nog een glas water om. Blij. Wees eens dankbaar. Dankbaar. Blij. Pik, dit bed is fantastisch. Ja? Hé. Hey. Maat, maar even serieus. We zijn laatst ook dus echt een hele goede aankoop geweest. Dit. Ja. Ja? Ja. Samen. Zijn we zo samen wekken, zo samen liggen. Samen liggen. Wil je ruilen van bed? Kom dan. Oh, dat was trouwens echt heel ziek. Dat is echt, echt heel ziek. Wat? We hadden, met die kaarten. Met die kaarten. Met die, ja. Ja, oh ja, ja. Ik had gewoon een heel pakje kaarten en ik had hem serieus gewoon geschud. En ik zei tegen Danny, oké, Dan, als jij een 9 trekt, dan mag je in mijn bed vanavond. Nou, en wat hij doet, hij pakt dus 2 kaarten. Ik zeg, hé, maar dat telt niet. Zegt hij, maar ik heb een 9. Ik zeg, ja, maar dat telt niet, want je hebt er 2. En hij zegt, ik heb 2 negens. Had hij 2 negens in zijn hand. Maar, ja, ik denk dat jij die dag had jij naar het casino moeten gaan eigenlijk. Al ging we dan niet. Ja, weet ik niet. Ik kom hier pas mee. Ja, we hadden dat eigenlijk wel moeten doen, ja. En ik had in je bed nog slapen. Of ook niet? Nee. Blijf je vanavond weer te slapen gezellig? Nee. Waarom niet? Lekker naar huis. Ja? Mooi geweest. Maar we gaan vanavond weer gezellig uit eten. We gaan eten bij de lokale cafetaria. bij de snackbar. Maar vind je het niet leuk hier dan? Waarom niet? Ongemakkelijk. Hoezo voel je je nou weer ongemakkelijk, maat? Ruben. Ja, Ruben is niet zo leuk tegen jou, hè? Ja, sinds hij verliefd is. Jongens, de sfeer zit er lekker in. Hey Wim! Hey, jongens, moet je eens even kijken wat leuk. Wat? Er hangen nu van die cijfers. Dat was er nog niet. Wat? Er hangen nu van die cijfers. Oh, leuk. Fijn. Dit is nog niet mijn plek, want wij hebben nummer 1. Dan, wat is dit voor tovershow? Hoi! Oh jongens, wat gezellig. Jongens, alles voor de vlog, hè? Alles voor de vlog. Oh. We gaan nu naar de auto lopen. Leuk man. Hij bij een koor was heel lekker. Goedemorgen iedereen en het zonnetje schijnt en dan weten jullie, dan ben ik vrolijk. Oh, en wat ziet het er lekker uit. Kijk nou eens even. Hey, wat lekker Ruud, zo'n zonnetje weer. Eindelijk, dus ik blijf lekker binnen. Nee, goed hè? Nee, oh, lekker naar buiten. Zo, die ramen die zijn nog steeds zo smerig van die storm. Maar inderdaad, wat Ruben zegt, straks eventjes lekker naar buiten. En gaan we even lekker wandelen. Jongens, de plant leeft ook nog. Ik heb hem net eventjes water gegeven. En vorige keer had ik verteld over... heb ik dit verteld? Maar goed. Toen had ik verteld dat het een beetje, dat het nu allemaal krom is gaan staan. En dat het een beetje is gaan scheuren. Maar blijkbaar hoort dat bij deze plant. Dus hij leeft nog en hij is gezond. Het mooiste moment van de dag is aangebroken. En dat vind ik nu. Dat is om 4:15 meestal. Een laag zonnetje. En dan krijg je een heel mooi verlicht huis. Jongens, moet je nou eens eventjes kijken hoe lekker. Ik ben net naar het Stadshart geweest hier in Amstelveen. En we liepen langs de slager. En toen dacht ik, laten we een keer een lekker stukje vlees gaan maken. En kijken of het lekker is als we het zelf ook maken. Ja, ik vind het een goed idee. Ik vind het ook een goed idee. Alleen het enige, ik vind het vlees op de barbecue altijd veel lekkerder dan in de pan. En ja, is dat toch sowieso? Of zijn er denk je mensen die het ook echt lekker vinden in de pan? Het blijft sappiger. Ja, dus dan blijft het inderdaad sappiger. Maar goed, we hebben één probleem. We hebben geen boter, dus ik moet even snel naar beneden en dan ga ik even boter halen. Jongens, als we hier in de keuken aan het koken zijn, dan hebben we, kijk, best wel weinig licht. Hier zit nog een lichtbronnetje, hier kunnen we dus nog een lamp ophangen. Want ja, ik wilde eigenlijk het vlees gaan filmen, maar je ziet het zo slecht. Kijk, hier is wel lekker, oh kijk, er zitten lekker aardappeltjes erbij. Gaan spruiten eten. Lekker gezond. We gaan even gezond doen. Dit is toch niet normaal, dit bord. What the fuck? Voor mij draait ook nog. Ik ga deze uit het raam pleuren straks.
Ja. Nou, oké, niet uit het raam, maar we gaan ze wel weggooien. Ze moeten weg. Dit slaat helemaal nergens op. Lieve mensen, het is tijd om te gaan slapen. Ik ben kapot. Ik heb een heel erg leuk weekend gehad. Nou, oké, het is nu zaterdag, dus in principe is het nog weekend. Maar jullie snappen wat ik bedoel. Ik heb hele leuke dagen achter de rug gehad. Veel lol gemaakt, veel gelachen. Maar ja, ik ben wel heel erg moe. Dus ik ga lekker mijn bed in en ik zie jullie morgen. Een hele goede morgen, jongens. Ik heb net lekker gedoucht en ik sta nu lekker hier met mijn handdoekje bij het raam. Ik doe het wel vaker. Als ik dan heb gedoucht, ga ik lekker hier staan. Lekker een beetje wind vangen. Ja, het klinkt raar, maar ik vind het echt heel chill. En jongens, het zonnetje schijnt echt weer volop. Oh, lekker dagje. Lekker dagje, lekker dagje. Ik heb dus de laatste tijd een beetje dat ik een beetje last van mijn hoofd heb. En een heel klein beetje altijd een beetje snot heb in mijn keel ook en zo. Dus ik dacht gelijk, ja, dan heb ik corona. Maar ik heb nu echt al bijna een week lang... Elke keer als ik dacht van, dit kan gewoon niet, ik heb gewoon corona, heb ik een testje gedaan, maar ik heb het steeds niet. Maar ik dacht dus, ik werd vanochtend wakker en ik dacht, de zon gaat weer schijnen, ik zie langs de weg ook allemaal weer een beetje bloemetjes komen. Ik weet niet of het zo is, maar komt de hooikoorts weer niet op rond deze tijd? Want ik heb echt heel veel last van hooikoorts, maar dat heb ik normaal gesproken, is dit wat ik heb als ik hooikoorts heb. Alleen ik kan me niet voorstellen dat nu al begint. Maar als je het wel weet, laat eventjes weten in de reacties, ik ben heel erg benieuwd. Ik sta hier nu op het balkon. En kijk, deze plant is natuurlijk helemaal, deze stond ooit in mijn badkamer, maar die is natuurlijk overleden. Maar wat wij willen doen straks, als het natuurlijk zomer is en het is lekker warm buiten, willen we hier een tafel gaan zetten. Ik weet nog niet of die rond moet of gewoon net als die tafel, zeg maar. Gewoon rechthoekig. En dan gewoon stoelen erbij, dat we ook buiten kunnen eten. Lijkt me hartstikke chill. En we gaan lichtbedjes kopen, die we dan bijvoorbeeld gewoon hier neerzetten of zo, of ergens daar. En als dan de zon schijnt, dat we die dan gewoon hier zo kunnen uitklappen. Want echt, jongens, straks in de zomer... Ja, dan, ik denk dat ik serieus echt fucking bruin word. Want we hebben de hele dag zon. En we liggen dan ook nog een beetje uit de wind. Dus je kan echt lang blijven liggen ook. Nou, ik zie dat wel zitten hoor. Ik heb zin in de zomer. Kijk jongens, deze gordijnen liggen hier ook nog. Maar die moeten we uiteindelijk ook nog hier gaan ophangen. Alleen, wij hebben zelf geen boor. Dus dat wordt een beetje lastig. En hier hebben we nog een rails. Die ligt nog op de zaak bij mijn pa. Alleen, die past niet in de auto. Die past niet in de lift. Dus die moeten we denk ik even in stuk gaan zagen. Maar dat wordt ook een beetje een dingetje. Maar ik ben benieuwd hoe deze uitkomen te zien. Het is best wel een vet kleurtje. Ik weet niet of jullie het goed zien. Een beetje anthracietgrijs. Ja, dat wordt dik. Dat wordt heel dik. Ik zei net ook al tegen Ruben. Straks in de zomer wordt het hier zo warm. Ook door die glazen. Dat de gordijnen denk ik gewoon elke keer gewoon dicht moeten zijn. Want anders dan... brandje denk ik gewoon letterlijk weg hier in de woonkamer. Maar goed, wij gaan nu richting Haarlem. En met wij bedoel ik Ruben ook. Ruben staat ergens in zijn eigen kamer. Maar wij gaan gezellig richting Haarlem. Want wij gaan naar onze ouders. Papa en mama. Papa en mama. Een cold start in de garage. Is altijd leuk. Uh-oh, jongens. Nog maar 31 kilometer op de tank. Oh, dat heb je altijd, hè? Ja, veel. En ook nu helemaal met die benzineprijs heb ik echt gewoon geen zin om te gaan tanken. Nee, en het wordt waarschijnlijk ook allemaal duurder vanwege natuurlijk nu de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Wat echt vreselijk is. Het slaat helemaal nergens op wat er allemaal gebeurt. Dus ook filmpjes voorbij ziet komen. Het slaat helemaal nergens op. Ja, echt vreselijk ook voor die mensen in Oekraïne die nu allemaal moeten vluchten. Je ziet dan filmpjes van mannen die moeten zeg maar in Oekraïne blijven om te helpen, vechten. Vrouwen en kinderen op de vlucht. Jongens, wat een wereld af en toe, wat een wereld. Weet je wat voor auto ik echt graag zou willen hebben? Zo'n Porsche Panamera Hybrid, zo'n 4S Hybrid. Dat is fucking ziek. En dan rij je ook nog elektrisch deels. Dus dan stop, dan hoef je niet de hele tijd te tanken. Oh, kijk eens Ruud, wat leuk. Ja, lief. Ruud, we moeten gewoon een kat nemen, vind ik. Er is maar één kat voor mij, dat is Pit, hè? Nee. Welke doet? Hallo! Nee, ik vind het zo gezellig ook, gewoon een kat. Ja, hij gaat staan voor je vlog, hè? Ja, hij gaat helemaal staan. Spit is een beetje aandachtsgel. Nee, jongens, ik vind het nog steeds wel echt een heel erg leuk idee om een kat te nemen. Maar we moeten er gewoon goed over nadenken. Hey! Het is zo leuk als hij dat boven de tafel uitkomt. Gaat hij gezellig meeborrelen. Wat een gezelligheid, we zijn er weer, de kinderen. Gezellig hoor. Je spit. Nou jongens, we gaan weer een spelletje spelen. Het gaat weer fantastisch goed. Spelletje spelen bij ons thuis gaat altijd een beetje moeizaam. Hoezo dat dan? Hoezo? Wat ga je dan spelen? Eén, omdat ik dat niet leuk vind. En twee, omdat het altijd miscommunicatie is. Bijvoorbeeld Ruben en ik hebben een team en ik ging hem even tegenhouden. Wie kent trouwens het spel? Dat heet Kezenborden, toch? Kezen. Ja, Kezen. Oh, Kezen. En je vindt het niet leuk omdat je nooit wint. Oeh. Je hoort toch niet eens bij elkaar? Oh, dat was zo, ja. Oeh.
Jongens, daar sta ik dan. Op mijn oude kamer. Weet je, ik vind het toch elke keer als ik hier kom nu en helemaal dat het zeg maar nu af is. Vorige keer was eigenlijk alles nog gewoon hetzelfde. Maar nu is er zoveel veranderd eigenlijk hier. Dat het gewoon, ja, ik weet niet, het voelt best wel gek. Ik heb hier zoveel dingen ook meegemaakt. En hier heb ik echt heel mijn leven eigenlijk heb ik hier gezeten. En ja, het is toch wel grappig gewoon hier. Mijn bedje, fucking lang geslapen. Hier heb ik nog veel hier tv gekeken. Veel geplezen vroeger. Ja, en hier, maar hier is op mijn bureau. Dit is weer een heel ander bureau. Het is toch leuk om hier weer terug te zijn. Dat ik dan weer gewoon besef hoe lekker het gaat. En hoe blij ik eigenlijk ben met de situatie, hoe ik nu woon, hoe het nu gaat bij mij. En ja, daar doet me deze plek ook wel aan denken. Jongens, ik had het net bij Tankstation over dus een Porsche Panamera S. Een 4S Hybrid, sorry. Dus kijk, dan is hij ook nog eens elektrisch. Maar kijk hoe vet deze is. Jawel. Echt heel vet. Kom maar. Oh, wat heb ik gekregen? Hij is echt een bedelaar geworden. Wat hebben jullie met hem gedaan? Dat kauwen. Nou, dat is omdat hij oud is. Hij heeft er één stukje kip op en dan zit hij een half uur te kauwen gewoon. Een hele goede zonnige morgen weer. Wajo, wat een topweertje. Niet normaal, hé. Ik ben aangekleed en het is tijd om weer naar de fysio te gaan voor mijn schouder en mijn rug. Ja jongens, je hoort het weer. Ik heb ook weer last van mijn schouder. Het houdt niet op bij mij. Hij heeft overal pijn. Ik heb overal pijn altijd. Ik heb altijd last. Je bent zielig, man. Ik ben ook best wel zielig. Dan mag ik je sporten en heb je pijn. Ja jongens, het zie je allemaal even. Ik mag bijna sporten. Mag jij bijna sporten? 7 maart, dan mag ik weer beginnen. Nee joh. Hey, ja, lekker feest. Hoor. Ja, Ruben heeft heel lang niet mogen sporten vanwege zijn hart natuurlijk. Maar binnenkort mag je weer sporten. En als het goed is, blijft je hart dan normaal kloppen. Ik hoop het. Ja, het zal wel een beetje kut zijn als het niet zo is. Jongens, ik wil jullie toch even wat zeggen, want ik deel eigenlijk meestal alleen maar positieve dingen, zeg maar, in mijn vlog. En ik praat eigenlijk nooit echt over als er iets misgaat, zeg maar. Maar ik heb de laatste tijd dat ik gewoon iets minder in mijn vel zit. Niet, zeg maar, echt totaal niet depressief of zo, echt niet. Alleen, ik ben gewoon de laatste tijd heel veel aan het twijfelen. En ik weet heel vaak gewoon eventjes niet meer wat ik nou precies allemaal aan het doen ben. En dan bedoel ik meer, zeg maar, dat als ik dan inderdaad weekvlogs aan het maken ben, dan ben ik het soms aan het editen en dan kijk ik het terug en dan denk ik van, maar wat heb ik nou eigenlijk gedaan? En dan voel ik me daar dan nog schuldig over dat ik eigenlijk niet heel veel leuke dingen heb gedaan of zo. En dan ga ik gewoon heel erg veel twijfelen en ook eventjes gewoon in mijn privéleven, wat ik zeg maar niet aan jullie laat zien, gaat het niet altijd even soepel. Gaat het gewoon niet altijd even soepel. En ja, dat laat ik eigenlijk zeg maar nooit zien. Maar ik denk dat jullie het misschien wel een beetje merken. Zodat ik minder, weet niet, ik doe gewoon minder de laatste tijd. De laatste 3-4 weken doe ik gewoon wat minder. En ik dacht, ik zeg het toch eventjes, weet je wel. Want jullie kijken natuurlijk wel gewoon altijd naar mijn vlogs. En dan vind ik het ook wel eerlijk dat jullie gewoon weten dat het niet altijd even lekker gaat. En ik weet zeker dat er meerdere mensen zijn, helemaal in deze tijd, die dan gewoon, die ook gewoon eventjes soms het even niet meer weten en gewoon heel erg twijfelen over wat ze aan het doen zijn of wat ze willen. En ik wil even zeggen, jullie zijn niet de enige. Ook ik heb soms mijn twijfels en weet het af en toe gewoon allemaal even niet meer. Maar goed, het is wel lekker weer, dus dat is positief. En ik ben nu, toevallig echt nu bij de fysio. Dus ik ga me weer eventjes helemaal los laten trekken daar bij die fysio. En dan hopen dat het weer een stukje beter gaat. Maar goed, ik wilde dat eventjes zeggen. Ik ben weer onderweg naar huis. En straks ga ik samen met Ruben naar de première van Batman. En ik heb al heel lang geen premières meer gehad. Ik weet nog wel een tijdje geleden, sowieso voor corona, had ik echt gewoon, bijna elke week had ik wel gewoon een première. Van Universal Films. Die gaven altijd heel veel premières. Maar dus vanavond weer een première, dus ik hoop dat er gezellige mensen komen en ik neem jullie natuurlijk weer gezellig mee. Ik ben weer terug in Amstelveen en het thema voor vanavond, natuurlijk Batman, zwart. Het was dus zwart met een tintje rood. Dus ik ga denk ik gewoon een zwart shirt aan doen. Ik heb al zwarte schoenen aan en een zwarte broek. Alleen het rode tintje. Moet ik even kijken of ik iets rood zet. Ja, ik heb een rode trui, maar dat is dan helemaal rood. Goed, we zien het allemaal wel. Aanschouw mijn Batman outfit. Een zwart t-shirt, een zwarte broek, zwarte schoenen en een touch of red. You know, like a red cap. Wat is jouw outfit? Ik ga het zo aantrekken, hè? Oké, maar we moeten wel nu gaan. Oké. Neem gewoon die controller mee. Want je bent natuurlijk zo gehecht aan de PlayStation. Neem gewoon je rode controller mee. Neem de controller af mee. Touch of red. Ik moet zeggen, ik vind het altijd best wel leuk. Van die Marvel films zoals Batman,
Spider-Man, al dat soort dingen. Vind ik altijd best wel leuke films. Ruud, volgens mij vind jij, jij vindt dat mindere films, toch? Nee, altijd nee, zoals, als zoals Spider-Man en zo. Nee, ik vind het op zich altijd wel leuk, maar ik ben sowieso niet van de films kijken. Ik heb niet zo'n goede concentratie. Ruud die valt heel vaak gewoon in slaap tijdens films. Ja, als we hier een film aan het kijken. Ja, maar jij kijkt nooit mee. En als je meekijkt, dan heb je er heel vaak geen zin meer in. Of dan heb je geen concentratie meer voor. Ik weet nog dat de eerste keer dat ik bij jou meeging naar een première. Dat ik toen in slaap gevallen ben. Ja, bij welke film was het toen ook alweer? Ja. Was fucking grappig. Toen had ik Ruben meegenomen naar een première en toen was hij in slaap gevallen. Ja, ik weet niet meer welke het was. Welke was dat? Nou goed. Oké, Ruben, let's go. Omkleden en we gaan. We maken hem af. Met het zwarte bomberjack van Mozen Knuckles. Jongens, ik vind omdat ik gewoon een hele mooie Batman outfit aan heb. Toch? Tasje Brett. Let's go. Red de katet. Touch of Red. Wat een outfit. Het wow. Het is niet normaal. Helemaal zwart met rode of white. Zo, deze heb je echt lang niet aangehad. Nee, ik heb ze misschien nog nooit aangehad. Nee, ja, okay. Ik heb ze wel pakken. Jij hebt deze een keer echt heel erg een puls gekocht in Amsterdam. Waarbij ik wel weet niet. Was echt zo van, ja goed, het zijn wel leuke schoenen zeg maar. Ja, jij hebt me gewoon ingeluisterd man. Knalrode schoenen. Nou, ze komen wel van pas. Waar zit je? Nee, we moesten Touch of Red. Ik heb een pet, Touch of Red. Tandvlees. Tandvlees. Nee, niks. Maar maakt niet uit. Het is oké. Pak je pet op. Ja. Dat is een lange tijd geleden, hè. Oh. Lachen. Ik zou, we gingen een paar jaar terug weer echt naar elke première. Echt veel, maar elke nu, week bij eentje. Het was elke week waren we wel hier. Maar dit is de eerste sinds een hele lange tijd. Het is gezellig. The Batman. Wow. Heb je een beetje zin in, jongen? Ja, man. Ziek veel zin in. Normaal. Ik had ook vandaag zin om lekker op een stoel te gaan zitten en gewoon lekker niks te doen. Lekker een zware dag. Hè. Zware dag. Middag gaan. Ik heb vandaag, ben ik naar de fysio geweest. Is dat? Weer van die pin in je rug gehad? Ja. Ja, nee, in mijn schouder deze keer. Heb je gefilmd ook? Nee, ik heb niet gefilmd. Was een man. Zo, ik heb gewoon 2,5 uur film gekeken. Ja, we hadden het er vandaag nog over. Ja. Dat Ruben dus nooit een film kan afkijken, maar het is gelukt. Ruben is gelukt. Gefeliciteerd met je eerste 2,5 uur film. Ideaal. Dit is fantastisch. Ik wil naar huis. We zijn weer lekker thuis. Maar ik moet zeggen jongens, ik vond het echt een hele leuke film. Ondanks dat die 2,5 uur was, heb ik echt de hele tijd best wel oplettend zitten kijken. En niet het gevoel gehad van, oh, duurt hier nou nog zo lang? Ik vind het echt leuk. En Ruben, ik ben echt trots op jou. Dankjewel. Dat je gewoon 2,5 uur lang een film hebt gevolgd. Ik heb gewoon best gedaan, weet je. Het is echt niet normaal. Normaal gesproken wil Ruben een Nederlandse film kijken. Of bijna een soort van kinderfilm die dan... Ja, maar die dan zeg maar niet... Het langer dan 1,5 uur duren. Ja, maar de meeste films duren sowieso langer dan 1,5 uur. Anders dan is het meestal niet echt een... Echt goede film, zeg maar. Alle goede films zijn meestal rond de 2 uur of zo. Ja, nou goed. Maar jij hebt het goed gedaan, jongen. Prima. Jij hebt het goed gedaan. Dus als je ook benieuwd bent, moet je binnenkort even naar de nieuwe Batman gaan. Hij is echt fantastisch. We zijn alweer lekker boven en het is tijd om te gaan slapen. Het is nu 12 uur en ik ga weer lekker mijn bedje in en lekker slapen. Ik heb gisteren niet heel lekker geslapen. Ik weet niet, ik was veel aan het nadenken, ik kwam niet lekker in slaap. Maar goed, dat kan een keer gebeuren. Maar vond je deze video leuk, laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zie ik jullie vrijdag om 6 uur weer terug. Joejoe!